William de Zeeuw had kunnen studeren toen hij van de middelbare school kwam, maar het truckersleven trok hem veel meer. Terwijl zijn maten nog feestend in de kroonluchter hingen, reed William al op zijn 19e zijn eerste verre solorit. Als je ziet hoe mensen sociaal zijn of zo, dan vind ik dat wel eens knap, weet je. En dan denk ik, ja, wauw. Ja, dat lijkt me ook wel wat. Maar ja, het zit niet echt in me. Ik kan wel eens al leuk meedoen met mensen, maar ja, als ik een beetje ben, gewoon rustig, weet je. Dat, ja. Niet dat ik saai ben, dat is een andere kant weer, maar ik... ja. Voor dit vak moet je ook goed in je eentje kunnen gedijen, dat, jezelf kunnen redden. En, kijk, als je heel erg afhankelijk van andere mensen bent, ga je dit hier niet redden. William en zijn collega Erik willen liefst plankgas naar Travemünde. Om 9:00 pakken ze daar de veerboot naar Malmö. Maar ondanks de tijdsdruk en de drukte op deze route, gooit William zijn truck altijd vol bij een Duits tankstation. Ik tank hier in Duitsland altijd af, want dichter bij de boot tanken is altijd beter. Hoef ik minder in Zweden te tanken als het nodig is of in Noorwegen. Maar het kan ook zomaar dat het 15 cent tot 20 cent duurder is. Ik heb in Noorwegen tijden meegemaakt dat het bijna 30, 40 cent scheelde. Het geld dat William uitspaart aan de pomp, geeft hij liever uit aan een warme maaltijd. Uitgebreid dineren zit er helaas niet in voor die twee. De boot in Travemünde wacht niet op ze. Let maar op, dan missen we straks die boot ook. Zo. Hey. Nou, dat gaat niet gebeuren hoor. Heb je nog meer kosten aan de kont? Goed appetit. Hoe is het met je auto? Met die kosten bedoel ik. Kan het nog zo? Kan het... Of moet ik hem betalen? Nou, als jij wil betalen, heel graag. Dus dan is het heel slecht gegaan van de week. Nee, dat valt denk ik. Ik wil niet zeggen dat het meevalt, maar ja, de probleempjes komen wel een beetje met het miljoen. Maar dus, ja, ik moest even nieuwe lagen. De bussen waren verzakt. Ik kan het wel laten zitten. Maar als het over een jaar gebeurt, dan ben je nog verder van huis. Nou ja, dat is ook. Dus, dan sla je ook voor je kop dit niet gelijk doet. En je weet dat het slijt, dat ik nou tegen die dingen aanloop. Ja. Ik kan er boos op worden, maar je weet dat het gebeurt. Ja, weet je, het zijn wel kosten natuurlijk waar niemand op zit te wachten. Kijken als het alleen maar erger wordt. Ja, ben je nu niet bang dat je van het ene naar het andere valt? Of, Ik denk dat ik nou bijna alles al getackled heb. Oh, dus, je hebt wat nieuwe nu. Ja, maar... ja. Bij William stromen de rekeningen binnen en stroomt het geld er net zo hard weer uit. Maar dat is hij gewend. Hij besloot al heel snel eigen baas te worden. Met zijn eigen truck. Die auto is gewoon het grootste kostplaatje wat ik heb. En hoe ouder die wordt, hoe meer dingen je krijgt. En ik maak me meer zorgen waar ik strand dan ja, hoeveel het kost. En weet je, de kosten zijn echt wel een ja, de pijn, weet je, als je een hoop dingen hebt. Maar ja, je weet ook dat het erbij hoort. Ja, op een gegeven moment weet je dat je dingen gekomen, dan moet je niet lopen zeuren. Weet je wel? Ik ben heel erg. Ja, af en toe ben je dan teleurgesteld in dingen, weet je wel, als er wat is. Maar, ja. Zo is het leven ook. Dingen slijten. Ik sta er niet zo heel erg bij stil op die manier. Want dan kan je beter gaan kappen ermee. Ik ben eigen rijder en klaar. En ik weet niet beter. William is in meerdere opzichten een nuchtere trucker. En na de schnitzel ter grootte van Nieuw-Zeeland... rijdt hij met zijn maat nog net op tijd de kade op. Volgende halte, Malmö. Super. Dank u schön, hè. William kan deze route en deze veerboot zo langzamerhand dromen. Zo weet hij dat hij 's avonds laat extra goed moet opletten. Er zijn dan veel collega-truckers die doodmoe met hun hoofd al aan boord zitten... terwijl ze die boot nog op moeten. Wat gebeurt er nou allemaal, hè? Ah, er staan hier twee auto's, maar er zit allebei niemand in. Die staan voor de pontjes. Ik ga even kijken of ik de zon in kan. Oh, echt jongen, je zult er toch een doodschap in? Oh, lekker makkelijk allemaal zo, niet? Tjoe. Vlak voor 10:00 kunnen ze dan eindelijk aan boord. Gooien hun spullen in de kajuit en kunnen ze na een lange dag zichzelf trakteren op een biertje. Hé, daar heb ik 2 bier. Ja, doe maar Kalsbergers, hoor. Ja. Mooi, jij betaald. Ja, er moet toch iemand hier. Het café aan boord van zo'n veerboot is een verzamelplaats voor truckers. En het gespreksonderwerp is soms wat eentonig. Trucks. Wat denk je tegenwoordig? Zijn er nog lesauto's of niet met schakelbak? Is klaar, denk ik, hè? Je kan niet eens meer...
jongens. Je kan amper nog automaten of handgezakken krijgen. Dus, ja, dat is wel de toekomst, hè? Ja, als jij dat de toekomst vindt. nou ja, dat is ook jouw toekomst. Mooi. Zo'n stukje passie van het vak, toch, of niet? Nou ja, dat is wel de passie in het vak. Maar weet je, vroeger ging ze een vrachtwagen starten met een slinger. Ja, dan vraag je wel weer. Ja, nee, maar dat was toen normaal. Dingen veranderen. Ik denk dat een automaat uiteindelijk en zuiniger is. Als je echt een liefhebber bent, dan je gewoon een handbak. Ja, tuurlijk wel. Nou, zie maar je wel. Kleine discussie, toch? Nee, niet? Jij, jij hebt het voor het zeggen. Ik niet. Nee, precies, ja. Het is 6:00 en Antonio en Mariana zijn onderweg naar Sicilië. Om geld te besparen neemt Antonio de veerboot vanuit Reggio Calabria. Vanuit die haven duurt de oversteek een uur. Dat kan een stuk korter, maar dan moet hij naar Villa San Giovanni slechts 13 kilometer verderop. Het nadeel daarvan is dat die veerboot weer een stuk duurder is. Diciamo il mio lavoro, è chiaro che devo risparmiare, vado io sul camion, diciamo, quello che risparmio rimane tutto in tasca mia, diciamo, perché se metto l'autista non le fa queste cose, li fanno per imbarcare subito, prendono quelle che costa di più. Io invece che vado io sul camion, faccio i risparmi un po' di là, un po' di là, diciamo, racciumolo un po' e rimane di più, insomma, perché oramai il trasporto devi cercare sempre di risparmiare. Diciamo, perché c'è la concorrenza spietata. Antonio e Mariana zijn buitengewoon actief op de sociale media. Hun reizen worden uitgebreid gedeeld en de stroom foto's is indrukwekkend. Antonio gaat ook graag live voor al zijn volgers. Stanotte che mamma un vulcano dove agliò e ruttava, quando lui esce faceva la fiammalizza, si faceva un spettacolo e c'erano un po' che d'artifici, ma agliò. Poi si è calmato stamattina, vedi? Qua stamattina, ieri alla sera, 26 gradi alla sera stamattina, io c'è qua, c'erano a 50 manca picchi, io c'è. Poi un po' che la cicala, vedete la cicala che mi fa? Ci. De veerboot loopt de haven van Tremestieri binnen. 12 kilometer ten zuiden van Messina en dan is Palermo nog eens 235 kilometer. Kortom, we hebben ruim de tijd om alles te weten te komen over hun love story. Avevo una vespetta. Andavo sempre lì davanti alle scuole. Sguardi, trasguardi, entrambi. Diciamo, è nato questo amore. Io andavo tutte le mattine perché c'era lei e mi piaceva tanto, sinceramente. Però lei quando usciva mi guardava, faceva un piccolo sorriso, un tipo sorriso di richiamo, non richiamo, diciamo che gli piacevo forse, non lo so. Antonio was toen 16 jaar oud en zijn grote liefde Mariana pas 12. Poi siamo fidanzati. La mamma non voleva perché lei era piccola e io facevo questo mestiere e la mamma era preoccupata che io dovevo andare via di casa. Ma sai, i camionisti portano sempre quella nominata, una donna ogni paese. La pensavano così un po' all'antica, va.